Philippe Goreu. Ja, en iedereen laat Bocconioli gaan. En dan is er redding van Verbouwheden nodig. Zangibia. Goreu met de herneming. En die bal die waait over. 19 minuten voetbal achter de rug. De concentratie bij Bocconioli. Klem vast, Glenn Verbouwheden. En een warm applaus op de tribunes. Vele fans bij Westerlo zijn blij met deze nieuwe aanwinst. De Smet. Ja, veel volk in de buurt. De Smet wat onorthodox. En dan Muzangipia er als eerste bij. Wel buitenspel van Batshuayi. Anders had hij wel gescoord. Maar de vlag ging snel en gedecideerd de hoogte in. Ja, het is moeilijk te beoordelen op deze fase, maar het lijkt geen buitenspel. Cognoli. Overtreding van de Greef en ook de gele kaart voor de Greef. Ja, dat is er een met gevolgen. De Greef mist de belangrijke match op STVV. Dat is er weer een minder voor Jan Keulemans. Fijnkeur geeft mee. Die aanval is niet afgeslagen. Batshuayi eerst met links, dan met rechts. Goreu, Bocconioli blijft liggen. Maar er is Muzangipia nog. En altijd nog wel Glenn Verbouwheden. De scherpste man achterin bij Westerlo is Verbouwheden. Muzangipia. Die hand was wel nodig. Want die bal viel onder de lat. Van Toernout. Van Toernout, sterk. Nog altijd Van Toernout. En dan is er veel ruimte op links, maar Van Toernout kiest voor het schot. 2,5 minuut voor de rust. Bart Goor kijkt nog eens. Hij moet toch wel droppen of wel afleggen voor Anap bijvoorbeeld. Anap met de actie. Er is zo weinig overtuiging en zo weinig geloof. De Petter en ook hij moet uitkijken. Als ook hij geel krijgt, dan kan de Petter ook die volgende match op STVV missen. En zo zijn er echt problemen voor Jan Keulemans. Geen de Petter, geen de Greef. Voor de belangrijkste match van het jaar. Jan Keulemans maakt zich zorgen in die extra tijd. Het is werkelijk de allerlaatste fase die voor dreiging kan zorgen. Belosin. En nu toch het fluitsignaal van een solo. José Riga ziet Standaar als beste ploeg. Zonder echt heel veel doelgevaar op die ene afgekeurde goal na. Felipe niet goed op die bal.
Van Turnhout nu. Turnhout droppen voor Yulu Matondo. Buitenspel Yulu Matondo. Het is een van de weinige keren dat hij echt in stelling werd gebracht. 3 minuten zijn er gespeeld in de tweede helft. Pijnkeur blijft zoeken. Op rechts is er bijvoorbeeld Batshuayi. Het spelen op Buijs die mee is. En Buijs met een tikje tot bij Batshuayi weer. Combinatie Buijs-Batshuayi. Batshuayi niet met de afwerking, want altijd is daar nog Glenn Verbouw heten. Van Keur nu. Keur moet uitkijken. Daar was Yulu Matondo. Felipe kijkt. Nog zo'n torenhoge bal. Batshuayi in de 16. Batshuayi met de dribbel. En altijd weer Verbouwheden. Een klein half uur nog te gaan. Stijn de Smet gaat naar de kant voor invaller Reinaldo. Een van de aanwinsten van Westerlo na de winterstop. Van Turnhout. Alleen die laatste 5 minuten nu komt Westerlo er even uit. Felipe en de snelheid van Reinaldo. Ja, zij spreken elkaar staal. Yulu Matondo gaat neer. Westerlo schreeuwt op een strafschop. Vooral ook omdat het zo moeilijk lukt om doelpogingen te versieren. Nog eens kijken. Reinaldo met de voorzet. Dan Bellosin. Ja, een bal raakt hij niet. Maar of het daarmee een strafschop is, dat is nog een andere vraag. Batshuayi. Batshuayi in de box. Nu even terug. Ousanki Pia. Techniek zat. En daar is toch weer Verbouwheden. 65 minuten aan een stuk. Onklopbaar. Maar houdt hij dat ook vol? Dat is zo stilaan de vraag. Anap. Ja, de Petter had niet op Goreu gerekend. Buijs mag gaan. Buijs geen buitenspel. En toch weer Verbouwheden. Staat stijf van de adrenaline in zijn echte debuutmatch voor Westerlo. Korsjes rukt even mee op. Reinaldo links, Korsjes zelf. Korsjes! Driekwart match gespeeld. En heel af en toe is daar toch Westerlo. Voor minder dan 20 minuten. Staat klaar voor Standaard. Birkir Bjarnason. Pocognoli gaat naar de kant. En bij Westerlo is het Lens Anap die naar de kant gaat voor Gouande. En balvoordeel voor Standaard. Buijs met de actie en dan op links toch nog Ousanki Pia gevonden. De voorzet van Ousanki Pia. Het leek een dreigend schot te worden. Het is een mierennest daar voor het doel van Verbouwheden. Met als voornaamste doel, denk ik, het zicht te belemmeren. 2 minuten nog te gaan, niet meer dan dat. Ousanki Pia krult hem. Ja, de netten trillen, maar het is de achterkant van het doel. Bolat met het wegwerpgebaar. Hij voelt aan dat het niet vandaag zal zijn. Een solo kijkt op het horloge. Hij wil nog 1 keer die bal laten droppen, blijkbaar. En dan is daar Kersson. En Bellosin. Laatste doelpoging, Bellosin. Nee, Westerlo Standaard eindigt op 0-0. Standaard kwam dichter bij de overwinning. Maar Jan Keulemans heeft er een nieuwe doelman bij. Nu nog een spits. Ja, Glenn, vanavond de eerste wedstrijd voor Westerlo. En je speelt je al direct in de kijker, hè? Ja, ik ben tevreden. Dat ik mijn steentje kan bijdragen tot de groep, hè. Want heel veel mensen... Die supporters zijn van Westerlo aan dit nodig. En dat is voor ons een enorme opkikker. Ik heb direct al een weddenschap aan mijn been verloren. Dus, met de glimlach. Dus ik heb beloofd, als we een punt nemen, dat ik trakteer met pizza's. Maar dat wordt me pas volgende week gegeven. Want 2 dagen voor de wedstrijd pizza eten, dat kan niet. Dus
Eerste helft was heel goed, goede organisatie. Op de juiste moment kunnen tegenprikken, alleen de laatste bal was niet altijd nauwkeurig. Tweede helft merk je dat zij meer druk zetten, dat zij iets meer ruimte gaan krijgen, maar we geven praktisch geen kansen weg en dat is belangrijk. En dan pakt Glenn nog een hele mooie bal, dat is belangrijk dat die nul wordt gehouden. De eerste helft liep er een aantal Westerlo-spelers tegen, nog een gele kaart dan en geschorst voor de volgende wedstrijd. Dat is wel een minpunt, denk ik. Hè? Ja, vooral een domme gele kaart, denk ik. Hè. Het is natuurlijk spijtig, maar ja. We hebben nog genoeg spelers en nu komen er vier enorm belangrijke wedstrijden voor ons aan met te beginnen woensdag. En ik hoop dat we eindelijk eens wat overwinningen kunnen gaan behalen. Ik denk dat wij tevreden moeten zijn met dat punt. We hebben er ook alles aan gedaan, we hebben een goede organisatie neergezet. We hebben eigenlijk heel weinig echte grote kansen weggegeven. En die half kansen of goede afstandsschoten heeft Verbalwede dan nog meer dan degelijk gepakt. Daarentegen hebben we inderdaad iets te weinig aanvallend kunnen brengen, maar ik denk dat iedereen onze situatie een beetje kent. En we proberen, maar vandaag is het dus niet 100% gelukt. Dus moet je als trainer na 90 minuten tevreden zijn met een inzet, de mentaliteit van je spelers. En daar zijn we ook tevreden mee. Het is heel lang geleden dat Westerlo de nul houden heeft. En, maar vooral blijven de jongens, de organisatie stond er. En het was niet makkelijk tegen Standaard, want Standaard kwam van alle kanten. Coach, missie coach. Maar ik ben blij en dat moet een boost geven naar woensdag toe. We nu even gewoon genieten met de groep en dan vooruitkijken naar woensdag. Want woensdag is nog belangrijker dan vandaag. En ja goed, daar is het om de knikkers en om de punten. En als we daar een goed resultaat neerzetten op het kunstgras van STVV, dan denk ik wel dat het nog heel spannend wordt beneden. Ja, nu komen belangrijke weken zelfs eraan. Al onze rechtstreekse concurrenten krijgen we, dus daarna zullen we weten waar we staan. Als we verder doen met deze instelling en mentaliteit, dan zie ik het wel goed komen.